Zo, en we staan hier bij de Python en ik sta weer bij Sonja. Ja. Sonja, jij zit in de metaal. Dat is heel bijzonder voor een meisje. Ja, dat hoor ik wel vaker, ja. Maar voor mij is het nu uiteindelijk best wel normaal. Ik ben het al wel gewend. Dus, hoe ben je ertoe gekomen om in de metaal te gaan? Wat had je eerst gedaan? Nou, ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wou doen. Ik zat eerst een beetje te denken aan kinderopvang of bakker of in een restaurant werken. Maar ik vond niks echt leuk. En toen zei mijn vader van, ja, je hebt ook nog gewoon de techniek. Had ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Dus ik heb het gewoon uitgeprobeerd. En uiteindelijk bevalt het me heel erg. Dus, ja, ben je naar een technische school gegaan? Ja, ik ga naar het Alpha College in Hoogeveen. En dan doe ik BBL Allround Constructiewerker. Maar voordat hij hier kwam, zat hij gewoon in de klas om zeg maar de techniek te leren. En ja. Hoe werd je daar ontvangen als meisje in de klas? Nou ja, ik deed inderdaad eerst een niveau 4 opleiding. Alleen ja, ze waren niet echt heel open tegen mij. Dus ik vond dat iets minder leuk. Maar, dat voelde je zelf, ja, dat het niet open was? Wel, omdat je een meisje was? Ja, beide gewoon. Dat ik niet echt hartelijk ontvangen werd daar door mijn klasgenoten. Maar... Ja. Jij was het enige meisje in die klas, denk ik. Ja, klopt. Er zat eerst nog wel een ander meisje bij mij, maar die was uiteindelijk weggegaan. Dus toen was ik wel de enige, ja. Ja. Toen ben je hier naartoe gegaan. Ja. En vanuit daar ben je de BBL-opleiding gaan doen. Waarom? Nou, ik ging hier eerst gewoon stage lopen. En ik vond het gewoon zo leuk. En ik vond het zo leuk om bezig te zijn in de werkplaats. En toen heb ik ook met... mijn werkgever gepraat en ze zeiden van als jij gewoon BBL wilt gaan doen, dan hebben wij hier een plek voor jou. En toen dacht ik, dat vind ik veel leuker om te doen. Dus toen ben ik dat gewoon gaan doen. En de directie steunt je 100% hier? Ja, ze zeiden dat ze speciaal een plek voor mij hier zouden maken. Dus daar ben ik wel heel blij mee, ja. Je zit wel in de mannenwereld nu, hè? Klopt. Dat is aan het begin is dat wel wennen. En hun moeten zelf denk ik ook wel wennen als er een meisje erbij zit. Maar... ja, je bent er wel aan. Ja, je bent nu, hoe lang ben je nou hier? Sinds mei ongeveer. Ja. Ja. En volledig geaccepteerd? Volledig geaccepteerd, ja. Ze zijn allemaal heel aardig. Ja. Dus daar ben ik blij mee. Ja. Ja. En je mag allerlei dingen al doen? Of heb je specifieke opdrachten? Het meeste mag ik al wel doen. Maar het is gewoon net wat de planning is. Want we hebben allemaal verschillende opdrachten van verschillende klanten. Dus, ja. Maar er zit wel veel variatie in het werk wat je doet. De eerste keer dat ik je sprak, keek ik naar je mooie nagels. Kijk, ja. Nog steeds. Hoe zit het met die nagels? Zijn ze al iets beschadigd? Ja, nou als je hier bezig bent, dan worden ze snel heel vies. En de lak gaat er heel snel vanaf. Maar ja, dat doe ik gewoon nog een keer. Dat vind ik natuurlijk heel mooi, dus dat blijf ik gewoon doen. Ja. Ja. En nu met de open dag ben je hier ook. Je staat hier bij een machine. Wat doet deze machine? Dit is een R2 machine, dus dan krijg je een randje eraan met radius 2. Dit is vooral voor de offshore, voor huisman. En als er bijvoorbeeld een coating opkomt, dan blijft het veel beter zitten als er zo'n randje aan zit. Je maakt een glad randje hier op die, op dit, dit is nu scherp. Ja. En die machine doet dat voor jou? Vroeger deed je dat volgens mij met een... Eerst moest dat allemaal met de slijptol met de hand, maar dat is gewoon heel vervelend werk. Dat duurt veel langer en je krijgt het gewoon lang niet zo mooi zoals die machine dat kan. Dus... Kan je laten zien wat je doet? Ik kan het laten zien, ja. Zo, kijk. En dan zit er een heel mooi glad randje aan. En nu gaat hij naar de coatingbedrijf toe om gecoat te worden. Ja, of er komt een verflaagje overheen. Ja. Ligt eraan wat er mee gaat gebeuren. Ik heb een collega bij jou staan. Hij komt ook even bij. Ik weet niet, Sylvan, kom eens. Ja. Kom, Henk. Ja. Ja. Jij doet ook een BBL-opleiding. Zeker, dat klopt. Ja. Hoe ben jij ertoe gekomen om hier te komen werken? Ik heb in klas 2 van de middelbare hier een keertje een stage gelopen. Toen vond ik het al een mooi bedrijf. En toen wat meer metaal richting ingegaan op school. Maar via een bolopleiding. Ja. Nou, dat was niks voor mij. Dus toen ben ik maar hier naartoe gegaan. Ja. Dan kom je hier en dan zie je haar staan.
Meer ik werkte hier al eerder. Ze kwam binnen. Ja. Meisje in de techniek. Hoe was dat voor jullie? Ja, ik vond het niet heel raar eigenlijk. Moet kunnen toch? Ja. Ja. Maar het is niet gebruikelijk in de techniek dat meisjes echt dit soort werk gaan doen. Nee, maar nou, zolang alles goed gaat, dan is er toch niks mis mee, vind ik. Jij doet ook een BBL-opleiding. Hoe lang duurt zo'n BBL-opleiding? Voor niveau 2 is dan 2 jaar. En niveau 3 kun je er achteraan doen. Dat is 3 jaar. Ja. En als je dan klaar bent, heb je dan een gegarandeerde baan? Niet gegarandeerd. Hier kun je natuurlijk wel gewoon aan de slag. Maar dan moeten ze het wel... Ik hoor dat het wel gebruikelijk is. Maar ik zie hier heel veel jonge mensen aan het werk als BBL'er. Hoeveel van die jonge mensen werken hier? We hebben op meerdere niveaus. 6, ja. 6, dat is best wel een hoog aantal eigenlijk. Ja. Ja. Oh, fijn dat jullie hier... We zijn populair bij de BBL. Ja? Ja, ja. Ja, veel docenten hoorden wel over het bedrijf, dus... Hoe is de begeleiding van school dan? Ja, ik heb nog geen klachten eigenlijk. Okay. Succes met je opleiding. En jij ook. Dankjewel. Over een jaartje, komen we weer terug. Eens kijken hoeveel je dan bent. Dan gaan we zien. Ja. 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 Je lacht helemaal. Je vindt het mooi, hè? Helemaal mooi. Ik ben helemaal blij. Dankjewel. Nou goed, dat was de jeugd heeft de toekomst in de techniek. Zo is het toch? Ja, zo moeten denk ik. Dankjewel. Ja, beste kijkers, we zijn hier op de Open Bedrijvendag tussen Zuidwolde. In de grote hal staan we hier. En naast mij staat... Patrick Bruinslot. Patrick Bruinslot. En je bent eigenaar van... Drone4U. Drone4U. Klopt. Ja, wij zitten vooral in de videografie en de inspecties op woningen. Dat doen wij vooral. Oké. En hoe doe je dat? Ja, ik heb een persoon die komt naar mij toe. Die vraagt, ik heb lekkage thuis, ik kom er niet uit. Kan je mij helpen? Ja. Nou, ga ik naar hem toe, maak hem offerte, bespreken we hoe we dat gaan aanpakken. Mm-hmm. En zo lever ik de beelden in bij de klant. En die kan dan een expert inschakelen om dat te verbeteren of te vervangen. Of... Ja. Maar dat is niet alleen wat je doet natuurlijk, je doet veel meer. Hè? Kun je een paar facetten van het onderdeel Drone4U, kun je dat eens belichten? Ja, we zitten dan in videografie en fotografie. Foto's van woningen, foto's van bedrijven, video's van bedrijven, video's van woningen. Inspectie, dus thermografie, inmetingen, opsporingen, vermissingen. Nou, dat doen we allemaal. Is nogal wat. Ja. Hey Patrick, eerder vertelde je al in een live interview wat we ook hebben gedaan vandaag... Hoe het allemaal ontstaan is. En toen heb je ook verteld dat het eigenlijk wel voor de toekomst is. Hè? Het is echt een beroep voor de toekomst, hè? Ja, klopt. Het is echt voor de toekomst dit. Het is nu nog niet heel veel in aanmerking. Maar ik merk wel steeds, op de lopende jaren komt wel steeds meer en meer. Ja. En hoe zit het dan met de verdiensten? Want je bent zzp'er, neem ik aan. Lukt het allemaal een beetje? Of zeker ook in het begin zal het niet altijd even makkelijk zijn natuurlijk. Want je moet vrij dure apparatuur aanschaffen. Ja, het is heel, heel duur apparatuur. Ja. Ik heb nu vooral in de winterperiode kunnen wij gewoon die thermografie kunnen we goed doen. De inmeting is nog niet zo heel veel mee. Nee. Ik heb een paar bedrijven, grote bedrijven gesproken. Die zeggen van, ja, we zijn nog te bang dat we personeel hierdoor kwijtraken. Dus die zeggen eigenlijk van, ja, liever niet nog. Nee. Maar die hebben mijn nummer wel in hun contacten staan. Dus het kan in de toekomst nog komen. Oké, dus omdat het ook een beroep is van de toekomst. En er moet natuurlijk ook, bedrijven moeten daar ook aan wennen. Hè? Want het is natuurlijk nogal wat jullie doen. En dan heb je het over thermografie. Hè? Ja. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Ja, stel voor je hebt lekkage thuis. Of jouw bedrijf heeft lekkage. Ja. Kun je dat opsporen? Dat doe ik samen met nog een paar bedrijven, spoor ik die lekkage op. En dan heb ik ook iemand die dan dat kan oplossen. Maar luister Patrick, jij zegt wij sporen het op. Hoe spoor je dat dan op? Ja, ik heb vragen aan de klant, waar heb jij je lekkage? Ja. Loop even naar de lekkage toe. Ja. Ga ik met de drone omhoog. Ga ik opzoeken waar warmte vandaan komt. Door voor 7 uur 's ochtends vlieg ik omhoog. Kan ik zien waar de warmte verliest, zeg maar. En daardoor, als je dat repareert,
bij de lekkage kwijt. Kijk, dat is ook denk ik ook wat de kijkers wel willen weten. Ja. Want hoe werkt dat nou? Hè? Maar met politie samenwerken in verband met drugspanden en dat soort dingen allemaal. Maar dan ga je met een warmtecamera, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe werkt dat? Ja, politie komt dan bij mij. Kijk, het is niet een officiële samenwerking, dat niet. Nee, politie ondersteunt mij of die vraagt aan mij van, kan je mij helpen? Nou, we hebben de laatste keer inbraak gehad in Zuidwolde. Nou, kwam de politie bij mij en vraagt van, kan jij misschien met de drone vliegen? Oh, ja. Nou, is goed, vliegen met de drone. Hebben we 4 mensen gevonden op het dak. Ja, de politie die kan dat niet zien, vanaf de grond niet. Nee, jij wel. En dat was pikken donker daar. Ja. Dat konden wij zo in de lucht konden wij zien. Dan hebben ze met 4 agenten en hebben ze die jongens gepakt. En dat zie je dan aan de warmte die van die mensen afstraalt? Ja, ja, we hebben dan ongeveer 38 graden lichaamstemperatuur. Ja, ja. Als het buiten echt koud is, tegen de onder 10 graden, kunnen wij makkelijk mensen en dieren vinden. Okay. Ja. Je hebt een website. Ja. Nou, vertel het nog even. Nou, als je interesse hebt of eventjes een kijkje wil nemen, kijk dan even op droneview.nl. Ja. Daar staat ook alles op wat ik doe. Alles in kort uitgelegd wat ik doe. Fotografie, videografie, hele inspectie, alle inspecties staan erop. Dus ik kan gewoon, neem gerust een kijkje, zou ik zeggen. Dankjewel. Is helemaal